Kom maar. Wij zijn de Broodjestesters en dit is aflevering 2 van Testing with the Stars. En normaal gesproken zou hier nu een ster in beeld komen lopen. Wij zijn in Roermond in Limburg, 2,5 uur in de auto gezeten. Hele week contact gehad met onze star. En sinds vanochtend eigenlijk niet meer. Nee. Niet opkomen daar. Missing in action. Missing in action. Maar wij zijn er wel. Misschien dat hij wel vast zit in zijn salto loop. Dat hij 40 backflips aan het doen is. Dat kan. Of dat zijn telefoon het water in is geflipt. De man tipte ons in de comments voor broodje Doodles in Roermond. Broodje Tino moesten we testen. Dus wij naar Roermond. Wij naar Roermond. Flinke trip. Afgesproken op vrijdag. Afgesproken. Hij heeft 500.000 abonnees op YouTube. Dus wij vinden het de ster. Wij vinden het de ster. En hij zei dat dit een van zijn favoriete broodjes is. En dat hij hem van de week nog had gehaald. En dat we maar langs moesten komen. Dus here we are. Hij had er zin in. We hadden afgesproken tussen 12 en 1. Hij neemt zijn telefoon niet meer op. Jesse Heffels, als je dit ziet. Laat even weten of je nog leeft. Ja, leef je nog? Gaat het goed met je? Want wij maken ons wel zorgen. Wij zijn ook teleurgesteld. We vinden het wel leuk dat we hier zijn om een broodje te testen. We hadden het graag met jou gedaan. Je krijgt wel een strafpunt op je beoordeling alvast omdat je er niet bent. Ik denk wel meer. Maar... Dus je kan sowieso al niet hoger scoren dan René Pascal die eerste staat in het broodjestestenklasse. René Watsema, Jesse Heffels. Je staat nu al tweede. Testing with the Stars, zonder de Stars, aflevering 2. Maar wij gaan dus gewoon dat broodje halen. Broodje en we laten wel gewoon weten hoe die smaakt, weet je wel. Ja, gaan dus, we doen. Dus ga met ons mee. Zoals je ziet, staat er een hele rij. Dat is een goed teken. Top. Top. Althans. Yo boys en kijkers van de Broodjestesters hier, Jesse Heffels hier. En als jullie mij nog niet kennen, ik doe zelf YouTube en ik heb inmiddels op een internationaal kanaal waar ik dus Engels spreek in mijn YouTube video's 450.000 abonnees. In mijn content kun je vooral salto's en parkour en freerun dingen zien. Je leest het, hè? Mijn vader is positief getest door corona. In ieder geval, ik zou er bij deze video bij zijn, wat helaas niet is doorgegaan, omdat mijn vader corona had in de week dat de boys naar Roermond kwamen om een broodje te testen bij de broodjeszaak Doodles. Dus ik moest in quarantaine, ik kon niet mee helaas, wat super jammer was, want ten eerste heb ik nu een lekker broodje gemist en ten tweede heb ik een leuke video gemist met de broodjestesters. Maar dat gaat zeker goed komen, we gaan sowieso nog een andere keer en dan halen we het in. Ja, dan mag je ook niet naar buiten. Nee, maar niet getreurd, Jesse. Niet getreurd, we zijn hier wel. We testen hem voor je. We gaan voor een broodje Tino. Twee keer een stuk broodje Tino. Jongens, we staan voor Doodles en we hebben een update gehad van Jesse, want die stuurde dat in deze vervelende tijd zijn vader is getroffen door corona. Dat is wel een geldig excuus, denk ik. Fijn, niet op de komende fijn dat hij het even toch nog heeft laten weten. Fijn dat hij het heeft laten weten en dat hij ook goed is. Ik hoop dat het ook goed gaat met zijn vader. Hij zei wel dat we dat broodje zeker moeten halen als we er toch zijn. Dus dat gaan we natuurlijk doen. We hebben hem besteld. We hebben hem besteld. De Tino en toch nog even een andere voor erbij. De? Baggers? Baggers. Balletje. Warme gehaktbal, kaas. Maar de test waar hij meedoet in het klassement, dat is dan toch de Tino. Komt hij al niet bovenaan? En die punt aftrek, nou, dat kunnen we nog wel over praten, want hij heeft toch wel een geldig excuus. Misschien wordt het een half puntje. We waren net even in de emotie, al misschien te snel met handelen. Maar we gaan er gewoon even kijken hoe lekker dat broodje is. En we hebben afgesproken om zo even met hem te videobellen. Of in ieder geval te bellen, dus dat laten we dan even zien. Is dat zo? Ik heb gezegd dat we hem even gaan bellen. Okay. Tijdens de test ook. Van, dan is hij er een beetje bij. Dan is hij erbij. Dan is hij erbij. Oké. Okay. Top. We zien jullie zo met de broodjes. Jongens, de broodjes zijn binnen. Normaal had Jesse op de plaats van dit bankje gezeten. Ja, had hij ons geïntroduceerd met Doodles. Nu moeten we het zelf doen. Wil jij niet aan mijn broodje zitten? Kom even kijken. Wat zit erop eigenlijk? Wat is het? Ik weet niet eens wat het is. Warme kip, kaas, samurai saus, doodles saus. In ieder geval, zoals jullie in de video vast wel ook al zien, heb ik de boys aangeraden om een broodje Tino van Doodles te testen. Waarom Tino? Ik denk gewoon dat het lekkerste broodje van Doodles is. En waarom dat ik de broodje van Doodles zo lekker vind, is omdat elke ochtend het stokbrood van hun gewoon vers wordt gehaald. En ik denk dat dat gewoon is
wat de broodjes van Doodles zo lekker maakt. Het is niet gesponsord of zo. We gaan letterlijk gewoon altijd met de vriendengroep in het weekend of 's ochtends als we opstaan, altijd even broodje Doodles halen. En 9 van de 10 keren wordt er dan een broodje Tino besteld. Op een of andere manier, die kip met die gesmolten kaas en een klein beetje pittigheid van die sambal erbij is gewoon echt een super lekkere combinatie. En ik praat niet als ik een kok ben die heel veel van eten af weet of zo, maar ik weet niet. Ik vind hem gewoon echt super lekker. En nogmaals, ik vind het jammer dat ik er niet bij was. Maar dat gaan we inhalen, het komt zeker goed. Ben je er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Saus op zijn mangen? Ja. Dan zijn wij toch benieuwd. Die aftertaste. Klinkt goed. Aftertaste. Je denkt de smaak is klaar en dan de laatste seconde, boom. Proef je nog even wat anders. Hij is warm. Ik zal hem even ruiken eerst. Ja. Dit is lekker, Jesse. Hey. Hey. Daar zijn we hoor. Ja, dat is zeker weten. Hij is top. Nou, we zijn nu nog aan het eten, ja. Sausje is top, hè? Het sausje, ja. Een beetje sambalachtig iets. Zoals jullie hoorden, dat was onze star van aflevering 2. Hij kon er dus vandaag helaas niet bij zijn, corona in de familie. Maar hij heeft niet gelogen over dit broodje. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we hem beoordelen met 4 3/4 sterren. Sorry, René. Je hebt een lekker broodje, maar... René is... onderaan. In het klassement gezakt. Eén gezakt. Hij zou zelfs nog onderaan kunnen eindigen. Deze is gewoon lekkerder. Als de influencers hun best doen, dan wordt René laatste. En we hebben afgesproken dat we even met Jesse nog ergens anders een broodje gaan testen. Als de corona voorbij is. Of als hij corona... Is dit een broodje waar je... Stel, je hebt een vrij weekend. Stel. Je bent... Ja, kijk, in Haarlem is misschien overdreven. Maar stel, je woont in Tilburg. Zeg maar wat, Breda. Eindhoven. Je denkt, nou, ik wil gewoon even een uurtje rijden. Roermond is ook wel een mooie stad. Ik denk dat we een soort van schaal moeten invoeren. Hoe ver zou je ervoor rijden? Ik zou hier 3 kwartier voor rijden. Maar ook gewoon nu met corona is geen moer te doen. Dus goede tijdbesteding. 3 kwartier. Een uur? Wij zijn naar Utrecht gereden voor Mario. Ja, dat is waar. Wij rijden overal naartoe. Maar... Ja, maar wij zijn different kind of people. Ja, oké. Maar oké, nou zeker 3 kwartier. 3 kwartier. Maar 4 3/4 ster is eigenlijk, daar zou je gewoon vanuit Groningen voor dit broodje gaan halen. Wij wel. Hij is lekker. Bedankt voor het kijken. Eet smakelijk. Bedankt voor het kijken. Volgende aflevering is, weten we nog niet met wie. Misschien wel weer met niemand. Je weet niet. Had jij het niet over Lewis Hamilton? Die ga ik proberen te strikken, Lewis Hamilton. Maar die is vegan, hè? Nou. Dus dat wordt sowieso lastig. Die sambal is lekker erop. Ja, gewoon een lekker broodje. Wij gaan nog even ook een ander broodje testen.